Hallo, hallo en welkom terug bij Unboxing Yari. Mijn clubgenoten hebben me nog wat andere spelletjes gestuurd. En die ga ik vandaag allemaal met jullie openmaken. Eens even kijken wat we als eerste pakketje hebben. Als eerste pakketje van Gongshang Sheng 90 Dong 2 Yang Yuan Sheng. Nou, whatever. Het zegt gags en partial jokes. Thanks, boys. Laten we maar eens even kijken wat hierin zit. Deze verpakking die schijnt moeilijker open te maken dan ik in eerste instantie had verwacht. Zo, oké. Het pakketje is open. Laten we zien wat erin zit. Eerst een leeg zakje dan maar. En natuurlijk. Het is een penisfiguurtje, denk ik. Ik heb geen idee wat voor figuurtje. Het heeft een gezicht, maar het is wel zeker een piemel zo te zien. Een hele kleine piemel, though. Waarschijnlijk die van Pieter. Maar goed, dat is ons eerste speelgoed. Hij heeft ook een gat aan de onderkant, ik weet niet. Het is redelijk zacht. Een squeezable penis toy. Nou, thanks. Dat was nummer 1. Nu gaan we door met nummer 2. Die komt van Bonnie Yuang. En het zegt op de verpakking Kid Toy. Met een gewicht van 25 gram. Okay. Nou, we zullen zien wat we hier in het pakketje hebben. Eens even kijken. Nog wat? Nee. Oké. Nou, laten we eens even kijken. So far is het nog steeds een mysterie. Nou, we willen het natuurlijk niet kapot maken. Dus we maken het rustig open. En het is een fiets. Even kijken of ik dit zakje open kan krijgen. Een niet penis gerelateerd cadeau, wat wel een goede verandering is. Is het een fiets? Ik denk een mountainbike, zo te zien. Doet hij het daadwerkelijk ook? Nee, helaas. Maar wel nice. Beter dan het vorige cadeau, zeker weten. Met draaiende wielen ook. Ik weet niet of jullie dat op de camera kunnen zien. Zeker. Oh, hij doet wel. Nice. Nee. Wat? Doet wel als ik het aan het wiel draai, maar niet als ik het aan de andere draai. Met een rem die niet helemaal goed vast zit. Eens even kijken. Nou, dat is voor later. Af en toe draait hij een beetje, zoals je kan zien. Misschien ligt de ketting er wel af, moet die eerst op worden gezet. Maar deze is nice. Hij staat goed. Ik zal hem even nog op close-up. Als de camera wil focussen. Thanks jongens. Een leuker cadeau dan het vorige in ieder geval. Dan gaan we door naar de derde. Die is van, ook van Bonnie Yuang. En dit keer is de descriptie Blocks. Met een gewicht van 13 gram. Komt ook uit Hongkong, net zoals alle andere cadeautjes tot nu toe. En we gaan zien wat hierin zit. Fuck. Dan wordt het een heel stuk lastiger om het open te maken. Gelukkig hebben we hier een schaar liggen. Die ons kan helpen bij het openmaken. Wees altijd goed voorbereid als je spullen openmaakt. En zorg dat je altijd van jezelf afknipt. Dat is heel handig. Zo. Alles voor veiligheid bovenop natuurlijk. Eens even kijken. Wat zit hierin?
Wat was het? Het is een of ander Lego poppetje die ik zelf nog even in elkaar moet zetten. Nou, laten we dat dan maar gelijk doen, hè. Eens even kijken. Zo. Dit poppetje gaat hier weer bovenop. Als die blijft staan. Zo. Ik weet niet hoe die eruit moet zien verder. Dan heeft hij een roze Batman masker. Als ik zijn gezicht kan zien. Zo. Kijken of jullie het zo ver in kan zoomen. Ja, nice. Dan heeft hij nog dit. Oh, dit moet waarschijnlijk hieronder. Kijk. Zo moet hij waarschijnlijk. Heel nice. Zijn tutu. Als zijn bovenlichaam wil blijven zitten, tenminste. Kijk eens aan. Batman met een tutu. Camera focus. Nee, oké, dan niet. Dan hebben we nog een ding wat op zijn nek moet, denk ik. Zijn vleugels. Als ik zijn nek van zijn lichaam afkrijg. Wat schijnt lastiger te zijn dan ik in eerste instantie dacht. Ah, kijk. Tadaa. Even zitten. Zo, dan weer het hoofd erop. Dan zijn helm. Oh, daar gaat een arm. Dat moeten we niet hebben. Ik wist niet eens dat de armen van leegpoepjes af konden gaan. Dan zijn tutu. En zijn magische staf. Focus. Die hij in zijn hand houdt. En zo hebben wij onze Lego, super enge Lego Batman voor elkaar gemaakt. Ik kijk niet echt naar jullie, maar even kijken of we dat kunnen fixen. Zo, tada. Eens even kijken of die wil focussen. Volgens mij wel. Heel nice. Met vleugels, tutu en al. Yes. Nice jongens, leuke dag, leuke dag. Dan zijn we nu aangekomen bij volgens mij het laatste pakketje van vandaag. Dat is deze. Ik ga de andere kant niet laten zien, want dan weten jullie mijn adres natuurlijk. Even kijken of ik deze moet openmaken. Labels zit heel erg in de weg, heb ik het idee. Nou, we kunnen wel de zijkant even openschuiven. Kijk eens aan. Dit is het. Oh, ik ben helemaal vergeten wat er op de verpakking stond. Op de verpakking weer van Bonnie Yuen uit Hongkong. Er stond op Magic Supplies Toy. Dus ja, ik heb geen idee wat dat inhoudt. Het is dit ding. Ik heb geen. En we hebben hier een vinger die door dit gat gaat. En dan, als het goed is, zou dit kapot moeten gaan. Maar het is blijkbaar niet al te sterk. Nee, helaas. We kunnen er niet doorheen. Eens even kijken. Helaas gaat hij niet door het vakje heen. Het jammer is. Maar ja. Als dat had gewerkt, was het een leuke cadeau geweest. Helaas werkt het niet zo goed als ik hoopte. Ik denk dat het had moeten voorstellen dat het door het ene heen snijdt. Terwijl het lijkt alsof het door je vinger heen zou moeten gaan. Maar ja. Nou goed. Bedankt voor het kijken naar de video. Hier zijn alle cadeautjes nog één keer. Ik ga ze op een rijtje zetten. Die. En die. Eens even kijken of we dit kunnen draaien. Kijk, is aan. Hier zijn alle cadeautjes.
Nice. Leuk. Bedankt voor de cadeautjes, guys. Deze werd minder voor bedankt. Maar ja, dat moest er natuurlijk wel bij. Volgende keer. Ja. Ik ben zeer tevreden. En ik hoop dat jullie het filmpje allemaal leuk vonden. Dus dan rust er nog maar één ding. Like, comment en subscribe bij deze video. En laat me weten van je, wat je hiervan vond. Oké, dat is alles voor mij. Tot bij de volgende video.